Dit is hem. Jouw auto voor een dag. Telefoon? Ja, mooie auto hoor. Ja? Hoge auto. Ik hou van hoge auto's. Ja? Dus mooi. En snel hè? Ja, zullen we zien. Ja? Ja? Kun je doorrijden? Ja, ik kan wel rijden. Ik geef in ieder geval de sleutel van jou. Ja, laten we heel even kijken. Want ik zei van de X5 M Competition. Met Jordan zaten we in de X3, maar met jou kies X5. Toch? Sorry Jordan. Ja. Nou, laten we gaan gaan zitten, want okay. Het is fris buiten. Nee. Gaan we doen. Ik heb die X4. Ja. En lekker man, groot, rijd. Waarom heb je daarvoor gekozen, die X4? Omdat, zo'n hoge auto, snelle auto en ik vond hem ook echt mooi. Dus, snelle jongen? Snelle jongen. Ja, want waar woon jij nu? Ik woon in de stad. Maar je woont net al? Ja, een beetje verder. Dus. Ja, oh nice. Ja, lekker. Dus, heb je snel een huis kunnen vinden? Ja, het is, ik was wel 2 maanden in een hotel, dus het was niet zo snel. Ik was met Boy was ook in een hotel nog, en Walter. Maar... En wie heeft je daarbij geholpen? Van de huis, Mart? Of? Ja, Mart heeft ons geholpen en ik had ook een vriend die hier huizen doet hier in Eindhoven, dus hij heeft me ook een beetje geholpen. Dus iedereen een beetje, uiteindelijk. En hoe is de verandering van de ene stad naar de lichtstad? Het was wel wennen in het begin, want het is wel, het is wel anders. Parijs is een wereldstad hè. En Eindhoven is meer rustig, minder mensen. Ja. Dus, maar ik vind het wel lekker man. Ik ben ook iemand die rustig zijn ding doet en lekker relaxed. Want in Parijs woon je daar dan ook weer in de stad? Nee, dat niet. Daar is wel echt chaotisch hè. Dus ik was wel 10 minuutjes van de stad, ja? Dat wel. Maar wat ik zeg, veel mensen, veel auto's, daar kan je echt niet lekker rijden hoor. Nee? Nee man. Doe wel, kijk eens even naar me. Ja, je voelt hem wel. Maar Eindhoven bevalt dus wel? Ja, ik voel me lekker, mijn familie voelt zich ook lekker, dus we zijn allemaal blij mee. En hoe belangrijk is de familie voor jou? Ja, heel belangrijk. Ik denk, we zijn degene die mij hebben gemaakt uiteindelijk, de dag van vandaag. En ze zijn altijd voor me. En vooral mijn moeder en mijn broer, die zijn altijd met me geweest. Mijn kleine zusje. Hoe werkt het dan als jij hier naartoe verhuist, dan verhuizen zij van zeg maar, en dan wonen jullie met z'n allen in een huis? Ja, zeg maar, Parijs was ik nog 16, dus mijn moeder kwam met mij, mijn zusje en mijn broer. En nu ja, heb ik een stap genomen om met mijn broer samen te wonen. Eerste keer dat we zonder mama wonen. Dus het is lekker. Ik schiet echt goed met hem op. Hij is gewoon mijn beste vriend ook. Hij kookt goed, hij kan goed koken. Dus dat kan ik wel zeggen. Ja? Dus, wat kookt hij voor je? Alles. Dus dat is wel echt goed. Echt vis, pasta, rijst. Maar hij kan wel echt goed koken, ja. En jouw broer, wat voor rol speelt hij verder nog dan buiten dat hij jouw chef ook is? Nee, hij is er altijd voor me. Hij woont nu met me zijn, want we zijn jaren gescheiden geweest, zeg maar. Dat hij woonde in Amerika en ik woonde in Barcelona, Parijs. En dan was het niet altijd. En nu vooral wil hij echt bij me zijn en dit meemaken met mij. Dus is hij elke weekend gewoon bij mijn wedstrijd. Maakt niet uit of ik zit aan het spelen of Emmen. Is hij er altijd. Ja? Ja, ja. Altijd heb ik de auto. En daar doet hij het wel. Hij heeft het wel voor me over. Kijk je terug op die afgelopen maanden, op je eerste maanden hier? Ik kan niet zeggen dat ik dit had verwacht, maar het was wel echt mijn doel om de beste eruit te halen en gewoon mezelf bewijzen. Voor mezelf eigenlijk, niet voor iemand anders, maar gewoon voor mezelf. En ik wist dat ik de kans zou krijgen om te spelen, dus ja, ik moest alleen maar wachten. En het moment pakken met mijn 2 handen en niet meer loslaten, dat was... Dat was wel mijn doel, ja. Ja, want die eerste wedstrijd, zoals we jou in het veld zien, jij kan natuurlijk niet wachten om in het veld te komen. Was het moeilijk ook dat je rustig gebracht werd? Ja, kijk, het was wel een beetje moeilijk, maar
Aan de andere kant begrijp ik het wel. Je komt in een nieuwe team, spelers zijn er al. Maar ja, het is wel moeilijk gewoon in de bank te zitten en wachten. Maar ja, ik wist wel dat ik de kans zou krijgen. Kun je eens uitleggen wat dat dan is, dat gevoel dat jij hebt? Dat zie je eigenlijk maar bij zo weinig voetballers. Wat is dat? Als ik op het voetbalveld sta, bedoel je? Ja, het is gewoon mijn leven. Ik heb ook niks anders. Ik ben opgegroeid met voetbal. Familie die voetbalt, oudste broer die voetbalt, moeder voetbalde ook vroeger toen ze jong was. Dus in mijn ogen en in mijn hoofd was er was niks anders meer dan voetbal. Ik ging wel naar school en alles, maar ja, alleen maar een kleine jongen die alleen maar wilde voetballen, voetballen, voetballen. Dat was wel mijn doel en dat blijft ook gewoon mijn doel en mijn gevoel die ik heb. Als ik nou in het hoofd van Xavi zou kruipen in 90 minuten, wat gaat er door je hoofd heen? Dat is wel een goede vraag, maar ja, door mijn hoofd. Ik zeg eerlijk, ik probeer echt niet veel na te denken. Ik probeer gewoon ja, mijn spel te spelen. Ik weet wat ik kan doen, dus dat probeer ik te doen. Ook wat de trainer vraagt van mij en verwacht, dat sowieso. Maar voor de rest denk ik niet van oké, ik moet deze actie doen of ik moet dit. Nee, het komt alles wel van zichzelf een beetje. Dus dat is wel, als je me over kijkt, ga je eigenlijk niks zien. Alleen wat de trainer vraagt. Ja, precies. Als je nou kijkt naar jezelf, wat zou je nou het komende seizoen zelf nog willen verbeteren? Even? Persoonlijk, hè? Ja. Ik krijg genoeg de kansen om nog meer goals te kunnen scoren. Gewoon. Want die kansen krijg ik wel, maar daarna moet ik ze gewoon meer. Ja, ik moet ze gewoon afmaken. En niet af en toe kom ik daar, ben ik moe en dat doe ik. Ik weet niet. Nonchalant, nee. Je komt daar, je bent moe, dus je hebt niet veel energie, denk ik. Maar ik denk, ik moet het gewoon, als ik die kans krijg, moet ik gewoon direct afstraffen. En dat is wel de dingen waar ik echt moet verbeteren. En ook vooral, ja, het omschakelen kan ook beter. Nu dat ik ook aan de linkerkant sta, moet ik het ook verbeteren. Dus dat zijn wel die twee dingen, denk ik. Ja, ik heb mijn eigen gym thuis. Ik heb ook persoonlijke trainer van mij, van Amsterdam. Dus ik ben al 3 jaar met hem bezig en je ziet wel het verschil toen ik bij PSG begon. En de dag van vandaag is het wel echt een grote verschil. Ja? Mentaal ook heb ik ook een coach en ik ben er wel mee bezig. Ja. Het kan over alles gaan. Ik vind dat het ook echt belangrijk is en misschien het belangrijkste wat de speler doet eigenlijk en wat hij dagelijks meemaakt. En een speler heeft veel druk, heeft veel druk vooral denk ik dat het is. En ja, in die sessie kan je over alles praten, familie, hoe het gaat met je, hoe je jezelf voelt. En het heeft me wel echt geholpen. Ja. Wat voor jongen ben je in de groep dan? Ja, ik heb wel de geluk dat ik 5 talen praat en dat ik met iedereen kan praten. Ik kan met iedereen opschieten. Dus dat is wel goed. Maar ik hou ook van lachen, grapjes maken. Maar in het veld ben ik wel iemand die wel echt serieus is en die zijn ding doet. Maar buiten het voetbalveld ben ik gewoon een relaxer jongen. Ja, want je hebt altijd veel expressie op je gezicht. Hè? Hoe ben je in de kleedkamer dan in de rust? Want als wij jou op het veld mogen geloven, dan... Ja, in de rust, ja. Kijk, uiteindelijk, als dingen niet goed gaan, dan praat je wel met de groep. En iedereen heeft wel iets te zeggen en dat is gewoon ook goed. En vooral de trainer, ja. Ik ben ook de jongste of een van de jongsten in het team. Ja. Dus ik kan ook praten met iedereen. Dat gevoel heb ik ook. Maakt niet uit dat ik 19 jaar ben. Dus iedereen kan wel naar me luisteren. En iedereen heeft wel zijn woordje te zeggen. Dus in de rust, ja. Probeer ik ook zeg maar mijn emoties te relaxen. Want je komt wel in de kleedkamer. Moet je wel bespreken wat niet goed gaat. Dus, ja. Ja, soms op het veld met expressie. Heb je dat zelf door? Ja, nee, ik heb het niet zelf door. Maar mijn oudste broer die pakt me wel als ik thuis ben. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Het is gewoon hoe ik voetbal beleef, ja. Ja, wat moet ik anders doen? Moet ik lopen lachen terwijl iemand scoort van het andere team? Ja. Het is gewoon zo. Het kan ook als jij misschien een keer de bal niet krijgt of zo, of als de bal uitgaat, of als de bal gewoon eigenlijk bij elk moment dat er iets misgaat, zien we bij jou expressie in je gezicht, wat natuurlijk heel mooi is. Ik bedoel, ik denk dat elke PSV-supporter, ja, die houdt van je.
Ja, maar ik doe het niet expres. Hè. Het is gewoon zo. Het gaat gewoon zo. Ik denk er niet na. Ik denk dat ik het ook heb verbeterd. Want vroeger was het wel nog erger. Toen ik wedstrijden verloor. En was het wel echt thuis met niemand praten. Laat me met rust. Ja? Ja, vroeger kon ik echt niet tegen me verliezen. Dus, maar nu, ja, ik begrijp wel dat die mensen zeggen, ja, ze gaan zeggen. Ja. Sorry. Je doet het niet echt. Nee. Is dat soms ook gek dat je gewoon nog maar 19 bent? Ik kan me voorstellen dat je hebt al zo'n carrière, leven achter je. Dat het soms ook wel, dat bijvoorbeeld iets is, je bent ook maar gewoon 19. Ja, ik ben 19. Mensen, misschien beseffen ze ook niet dat ik 19 ben. En dat ik nog echt veel dingen moet verbeteren. Niet alleen in het voetbalveld, maar ook gewoon in het leven. Ik moet nog veel dingen leren, dat sowieso. Maar ja, ik probeer gewoon mijn best te doen en dat is wel het ding, ja. Maar vind je het lastig soms? Dat je soms ook denkt, hoe ervaar jij die druk? Die druk, ik hou van druk, om eerlijk te zijn. Ik geniet ervan als het druk is. En ik zie niet, als ik bijvoorbeeld op het voetbalveld ben en we spelen tegen een goede tegenstander, dan wil ik juist die wedstrijd spelen. En daar voel je wel die adrenaline van, ik wil het spelen. Maar het druk, iedereen heeft wel een beetje druk, tuurlijk. Maar ik voel het niet echt veel, ja. Als je terugkijkt nou, die afgelopen periode, waar ben je dan het meest trots op? Hoe ik het heb opgebouwd, een beetje alles. Hoe alles is gegaan, stap voor stap. We hadden het ook besproken met de club, dat we stap voor stap zouden gaan. En, ja, we hadden het niet gepland, maar wel gesproken, oké, het moet rustig gaan, het moet vanzelf komen. Ik kom weer naar Nederland, mensen misschien denken, ja, het is Nederlands, is normaal. Maar nee, ik heb mijn hele leven nooit in Nederland gevoetbald en überhaupt gewoond. Ik was 3 jaar toen ik naar het buitenland ging en het was wel echt wennen. En met de tijd is alles goed gekomen. En, gewoon spontaan ook alles gekomen, ook buiten het voetbalveld, dus dat ben ik wel echt trots mee. Wat vind je het mooiste aan voetballen bij PSV? Ja, ik denk de club is een hele warme club met heel veel talent. Talentvolle jonge generaties die aankomen. En ja, het team die we hebben is gewoon het team om mooie dingen te bereiken. En ja, het is normaal ups en downs, maar ik heb wel geloof dat we het seizoen mooi gaan afmaken. Hoe bevalt Eindhoven? Kan je nog een beetje normaal houden Eindhoven lopen? Het is, kijk, als mijn familie hier komt, dan probeer ik wel echt iets met ze te doen. Niet uit eten gaan of iets doen, maar ik kan ook niet veel doen. Maar ja, als ik iets doe, dan doe ik gewoon mijn pet om, mijn capuchon. Ja? En dan probeer ik wel iets te doen. Want ik wil gewoon ook mijn normale leven leiden. Ik wil gewoon dingen doen met mijn familie. Dus dat probeer ik. Dat je op zo'n jonge leeftijd eigenlijk al niet normaal afstaat? Ja, gelukkig is het niet nieuw. Het is van eerder al sinds ik bij Barca nog speelde. En met de jaren heb ik het ook opgebouwd en heb ik ook dingen verbeterd. En ja, dingen zijn vanzelf gekomen. Dus nu weet ik wel hoe ik bepaalde situaties moet handelen. Ja. Maar in Eindhoven ben je nog niet echt aan het eten geweest? Jawel, ik ben wel een paar keer gegaan. Oh, hè? Ik ben naar een sushi restaurant gegaan bij... Ja, ik ben naar Moed gegaan, ja. Ik ben naar Mojo gegaan. De Lobster ben ik ook gegaan, ook lekker. En hier een Lobster, hè? Ja, dat is lekker. Oh, dus je bent toch best wel op een plek geweest. Ja, precies. Oh, okay. Dus Eindhoven is wel een... Het is een mooie stad, hoor. Ik kan het wel zeggen, het is een mooie stad. Wat ga je doen als je bent thuis komt? Met mijn oudste broer. Wat ik doe, ik doe niet veel hoor. Maar ja. Zit je veel op social media? Nee, ik zit wel echt veel op TikTok. Ja? Want ik kan alles doen daar, je video's zien en ik zit wel daarin. Ik zit veel. Ja? Maar daarna, als ik thuis ben, dan. Ja, met mijn broer speel ik wel PlayStation af en toe met mijn vrienden. En in nieuwe Call of Duty en Fortnite. Fortnite speel ik niet veel, maar ik blijf gewoon goed in Fortnite, begrijp je? Ja, ja. Dus, als je het een keer speelt? Als ik het een keer speel, dan is mijn niveau wel nog steeds hetzelfde. Dus,
vertel even TikTok. Wat, als ik op jouw For You page scroll, wat zie ik dan zo? Veel muziek. Ik like veel mensen die zingen. Want ik vind het wel echt een talent. Als iemand goed kan zingen, vind ik het wel echt... echt bijzonder, hè? Dat TikTok gewoon een hele nieuwe muziekgeneratie... Precies, ja. Dus ik vind het wel... Dat ga je vooral zien en ook grappige video's. Ik heb ook veel groepjes daar die met familie, met neven en met vrienden. We sturen elkaar echt veel video's. Dus dat is wel leuk, ja. En wat voor muziek kom je dan tegen? Ja, veel Afrobeat. Mensen die Afrobeat liedjes zingen. En ook Franse liedjes. Gewoon voor alles een beetje. Ja, ik luister naar Franse muziek, Nederlandse muziek, Engels. Maar als ik drie zou moeten kiezen, denk ik Meek Mill. Ja? Zou ik Franse Chocolat kiezen. Ik weet niet of je die kent. Moet je zo even goed luisteren. En drie zou ik Lil Baby kiezen. Ja, ik ben wel even benieuwd. Wat vind je nou van die X5? Mooi. Echt mooi. Hij rijdt lekker ook. Stuur vind ik ook. Van BW vind ik wel ook echt lekker. Ja? Dat is dik. Dus jij gaat er niks verder nemen bijvoorbeeld? Ja, als ik kan kiezen, dan zou ik X5. Ik vind de X6 ook echt, echt mooi, hè, die. Maar deze rijdt ook lekker, ja. Oh, ze hebben ook televisietjes hierachter. Ja. Zie ik niet pas. Nee, man. Tof. Ja, laten we heel even achterin gaan kijken. Hoor. Ja. Hey, tof, man. Ja. Ja, netjes, hè? Ja, echt waar, hoor. Echt een mooie bak. Ja, netjes. Thanks, jongen. Thanks. Was gezellig. Ja, gezellig. Tot thuis en tot de volgende. Ja, zullen we doen.